Wat is de Lorentz-curve en wat laat het zien? De Lorentz-curve is een grafiek die laat zien hoe het totale inkomen van een land verdeeld is over de bevolking. Hierdoor laat de Lorentz-curve zien hoe groot het verschil is tussen arm en rijk. Op de x-as staat het percentage van de bevolking van 0 tot 100% en op de y-as het percentage van het totale inkomen, ook weer van 0 tot 100%. Helaas is het nooit zo dat het inkomen precies gelijk is verdeeld. Er zijn altijd mensen die iets meer verdienen en mensen die minder geld verdienen. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.